Goedemiddag en welkom bij deze Microsoft webinar. Ik wil het vandaag gaan hebben over ETL-processen in Azure. ETL, zoals je wellicht weet, staat voor Extract, Transform, Load. En het zijn de processen die transactionele gegevens uit je organisatie bij elkaar sprokkelen en vervolgens geschikt maken voor het laden in een data warehouse. Dus de processen die je OLTP-systeem, je Online Transaction Processing systeem, koppelt aan je OLAP-systeem, je Online Analytical Processing systeem. Microsoft heeft in de Azure Cloud een aantal interessante services die ETL-processen voor je kunnen implementeren. Dus wat ik het komende uur wil doen, is die services laten zien. Ik zal de verschillende mogelijkheden illustreren. Er zijn meerdere services in Azure die ETL-processen voor je kunnen draaien. Dus je kunt je eigen processen implementeren met behulp van die services en vervolgens laten draaien in de cloud. En je kan kiezen, er zijn meerdere mogelijkheden. Dus ik zal alle mogelijkheden de revue laten passeren. En dan zal ik je een voorbeeld laten zien van een typisch ETL-proces en hoe je dat dan kan implementeren in die verschillende services. Dus ik kan nu al het webinar een beetje samenvatten en zeggen, ja, je kunt ETL-processen zonder problemen automatiseren en implementeren in de Azure Cloud. En sterker nog, er zijn meerdere mogelijkheden. Dus je kunt in feite alle kanten op. Dus dit is de agenda voor het komende uur. Ik wil beginnen met heel sumier het concept Big Data te definiëren. Dus ik wil eventjes nader stilstaan bij wat Big Data precies inhoudt. Wat is nou precies Big Data? Wanneer hebben we het over Big Data? En waarom Big Data in de cloud? Waarom zou je die business data verwerking in de cloud überhaupt uitvoeren? En hoe zit dat met de relatie tussen Big Data en de cloud? Dus supersnelle introductie. En vervolgens gaan we direct aan de slag met een overzicht van alle ETL-services in Azure. Dus met ETL-services bedoel ik data-analyse- en transformatie-services die beschikbaar zijn in de Azure Cloud, waarmee je ETL-processen kunt implementeren. Ja, waarmee je dus je ETL-processen in je organisatie kunt bouwen, kunt draaien en kunt monitoren. En ETL-services, meervoud, want er zijn meerdere mogelijkheden. Ik zal je alle services laten zien. Ik zal de voor's en tegens van alle services ook bespreken, zodat je zelf een keuze kunt maken. En kunt bepalen welke service het beste match is voor jouw organisatie. Als laatste gaan we kijken naar ETL-processen. Dus we nemen een typisch ETL-proces en we gaan kijken hoe je dat dan zou implementeren met behulp van die verschillende services. En we gaan even kijken naar wat best practices zijn als je met die ETL-services aan de slag gaat. En hoe je bepaalde soorten processen het beste in sommige services kunt implementeren. Sommige services zijn beter dan andere in het implementeren van specifieke ETL-processen. Dus ik heb wat voorbeelden voor je. Ik heb een typische ETL-transformatie die ik zal laten zien en hoe je hem in verschillende services kunt implementeren. En ik zal je ook wat hybride scenario's laten zien. Dus dat is in het kort de agenda voor deze webinar. Een korte introductie Big Data in de cloud. Dan een overzicht van alle Microsoft Azure services waarmee je ETL-processen kunt implementeren. En vervolgens een rondgang van typische ETL-processen en hoe je die zou kunnen implementeren met behulp van die services. Dus laten we beginnen met een korte introductie Big Data, een superkorte introductie. Big Data, wat is de definitie van Big Data? Het startpunt van Big Data is een beetje ongedefinieerd. Het is niet eenduidig gedefinieerd. Maar Big Data, dan hebben we het dus over zeer grote volumes aan business data. Dus zeer, zeer grote volumes. Daarbij moet je denken dat het volume begint zo'n beetje ergens tussen de 10 en de 100 terabyte.
Ik zeg soms 10 terabyte, ik zeg soms 100 terabyte. Het is niet helemaal eenduidig gedefinieerd waar big data begint, maar dit is zo'n beetje de ondergrens. En alle volumes groter dan 10 à 100 terabyte, dat noemen we big data. En deze volumes kunnen groeien tot vele petabytes en exabytes. Dus we hebben het over zeer grote business data volumes. Die ondergrens die is niet helemaal duidelijk gedefinieerd. En dat komt een beetje door de bovenlimiet van traditionele databases. Als je SQL Server gebruikt om je business data op te slaan in de cloud, dan ligt het een beetje aan de configuratie, hoe je SQL Server geconfigureerd hebt, hoeveel data je daar maximaal in kunt steken. Een gewone SQL Server database in de cloud, wat we Azure SQL Database noemen, die heeft een bovenlimiet van 4 terabyte. 4 terabyte. Je kunt daar met wat kunstgrepen 8 terabyte van maken. En er is ook nog een speciale pricing tier, die heet Hyperscale. En daarmee kan je tot 100 terabyte groeien. Dus je maximale databasegrootte is 100 terabyte. Nou, alles daarboven, dus business data volumes die groter zijn dan wat je met een traditionele SQL Server database zou kunnen analyseren en transformeren, dat noemen we big data. Dus eigenlijk onhandelbaar grote datavolumes waar een traditionele database het laat afweten. Dus denk aan honderden terabytes, tientallen petabytes of misschien zelfs tientallen exabytes. Dus dit is eigenlijk te veel data voor on-premises. Als je dit soort datavolumes on-premises wilt opslaan in je eigen data warehouse, dat kan. Alleen daar heb je een flinke stapel harde schijven en servers voor nodig. Je moet dan een datacenter regelen, een private datacenter, en je moet die tot de nok vullen met harde schijven. Je moet ook hardware beheer uitvoeren. Je moet die hardware natuurlijk monitoren en tijdig vervangen als harde schijven op het punt staan te knallen. Je hebt een virtual cloud team nodig, een team van specialisten die cloud voor je in de lucht kunnen houden. Het is nogal een gedoe. Dus big data volumes, dat is eigenlijk te veel data voor on-premises. Als je toch probeert om dat on-premises beheersbaar te houden, dan ben je eigenlijk de Azure Cloud achterna aan het gaan. Dan ben je je eigen Azure Cloud aan het ontwikkelen. En ja, dat kan je doen. Alleen, het is misschien beter om je op je core business te focussen en om het hele cloudbeheer uit te besteden aan een organisatie die daarin gespecialiseerd is. En dan kom je dus terecht bij Microsoft of Amazon of Google, de grote cloudpartijen in de wereld. Dus big data is eigenlijk te groot voor on-premises en het is ook te groot voor traditionele databases. Als we big data proberen te analyseren met SQL Server databases, dan moeten we die data dus verspreiden over meerdere databases. Je kunt je voorstellen als je een paar honderd petabyte aan business data hebt en je gaat het verdelen over traditionele Azure SQL databases met een 4 terabyte bovenlimiet per database. Dat is niet echt handig. Dan moet je een groot aantal individuele databases gaan optuigen en je data daarover verspreiden. Dus je hebt specialistische analyse- en transformatietools nodig om dit soort datavolumes aan te kunnen. De data is ook vaak in verschillende formaten. Je hebt het vaak over business data die over je hele organisatie is verspreid en die je bij elkaar aan het brengen bent. Vaak om een data warehouse bijvoorbeeld te vullen met data. En dan heb je het dus over alle business data in je hele organisatie. Met een historie die net zo ver teruggaat als dat je begon met data verzamelen. Dus als je al 15 jaar lang alle data in je organisatie verzamelt, dan is je data warehouse al die data gedurende die 15 jaar. Dus als je een full load van je data warehouse uitvoert, je laat je data warehouse met alle data from scratch, vanaf nul, dan heb je het vaak over datavolumes van etterlijke petabytes. Dat is dus big data. Dat data warehouse zit vaak in de cloud. En ja, het ETL-proces waar we het in deze webinar over gaan hebben, is dus het proces wat dat data warehouse vult met data. Dus die data is in verschillende formaten verspreid over je hele organisatie, is opgeslagen in verschillende systemen en data is ook vaak van wisselende kwaliteit.
Sommige systemen slaan hoge kwaliteit data op, andere systemen lage kwaliteit data. Dus als je die gegevens bij elkaar brengt, moet je vaak de verschillende dataformaten harmoniseren. Alles naar hetzelfde formaat brengen voordat je het laat in je data warehouse. En je moet ook een vorm van kwaliteitscontrole uitvoeren. Je moet de kwaliteit, de wisselende kwaliteit van die data, moet je checken. Je moet die data valideren en je moet alles netjes in elkaar schuiven. Dus zo'n ETL-proces kan vrij complex worden. Dus laten we kijken naar de verschillende services die dus beschikbaar zijn in de Azure Cloud, waarmee je een ETL-proces kunt implementeren. Nou, de meest voor de hand liggende keuze hier is Azure Data Factory. Azure Data Factory, het ziet eruit als deze screenshot. Ja, dus als je Azure Data Factory gebruikt in de Azure Cloud, dan heb je een grafische editor. Die ziet er letterlijk uit zoals in deze screenshot. En deze tool is specifiek ontworpen voor ETL-processen. Data Factory is dé ETL-tool van Microsoft in de cloud. Een aantal jaar geleden, als je ETL-processen implementeerde en je deed dat dus niet in de cloud, hè, laten we zeggen, we gaan 10 jaar terug in de tijd, en je hebt een data warehouse on-premises, je hebt een transactionele database on-premises, en je gaat je ETL-proces dus ook on-premises implementeren. En laten we zeggen dat beide databases Microsoft SQL Server databases zijn, dan was er eigenlijk maar één keuze voor je ETL-proces, één typische service, en dat was SSIS, SQL Server Integration Services, SSIS. Dat is de tool voor het implementeren van ETL-processen on-premises. Nou, Microsoft die ziet natuurlijk graag dat je migreert naar de cloud, dat je je business data in de Azure Cloud neerzet en dat je dus ook daar je ETL-proces gaat implementeren. En de SSIS-tool in de Azure Cloud is Azure Data Factory. Je ziet als je in Azure Data Factory aan de slag gaat ook heel duidelijk dat de designer, de grafische designer waarin je je datatransformatieprocessen ontwerpt, dat die geïnspireerd is op SSIS. De editor die lijkt heel erg op de designer van SSIS. En als je gewend bent om zogenaamde SSIS packages te ontwikkelen, dan zul je je direct thuis voelen in de Azure Data Factory designer. Dus het is een hele mooie tool. In Azure Data Factory defineer je zogenaamde data pipelines. Dit zijn transformatieprocessen die data kunnen inlezen uit één of meerdere bronnen, die vervolgens een willekeurig aantal datatransformatiestappen kunnen uitvoeren op die data en het resultaat van die datatransformatie kunnen exporteren naar één of meerdere doelsystemen. Dus je kunt zoveel mogelijk bronnen inlezen als je wilt, zoveel bronnen als je wilt. Je kunt zoveel transformatiestappen uitvoeren als je wilt in één pipeline. En je kunt de output sturen naar zoveel doelsystemen als je wilt. En je kunt zoveel pipelines aanmaken als je wilt. Dus dit is een heel flexibel systeem om toch ook vrij complexe processen te implementeren in de cloud. En alle features van SSIS, die je misschien gewend bent van on-premises, van het bouwen van je SSIS-packages, vind je terug in Data Factory. Bijvoorbeeld in SSIS heb je de zogenaamde control flow en de data flow. En je had een aparte control flow designer en een aparte data flow designer. Nou, die vind je terug in Data Factory pipelines. En dus ook in de Data Factory designer heb je een aparte control flow en een aparte data flow. Dus heel veel concepten van SSIS zijn overgenomen in de cloud. En je ziet heel duidelijk dat dit dus dé tool is om ETL-processen in de cloud te draaien. Dus als we de features van Data Factory op een rijtje zetten, dan kan je in feite zeggen dat Azure Data Factory een tool is voor ETL orchestration in de cloud als PaaS. PaaS betekent Platform as a Service. Dus het gaat hier om ETL orchestration, dus het coördineren van complexe ETL processen in de cloud. En we doen dat allemaal als PaaS, als Platform as a Service.
Dus we maken gebruik van software die Microsoft voor ons heeft ontwikkeld. We gaan niet de onderliggende cluster van virtual machines zelf handmatig beheren. En daar software op installeren en het allemaal zelf in de gaten houden. In plaats daarvan laten we Microsoft de virtual machines beheren. En wij maken alleen maar gebruik van de software die op die virtual machines draait. Dus het beheer over de infrastructuur in de cloud laten we hier volledig over aan Microsoft. Dus Data Factory is een hele flexibele en krachtige tool waarmee je dus ETL-processen kunt implementeren. Je kunt er zowel full loads van je data warehouse mee uitvoeren als incremental loads. Dus je kunt je data warehouse ook continu up-to-date houden op basis van de meest recente transacties uit je OLTP-systeem. Data Factory kan data lezen uit een heel groot aantal bronnen, uit tientallen databronnen, waaronder dus ook Amazon S3 Buckets. Dus je kunt een migratie van Amazon naar Azure uitvoeren met Data Factory, want je kan rechtstreeks een S3 Bucket uitlezen. Je kunt Hadoop File Systems uitlezen met Data Factory. Je kunt Oracle Exadata uitlezen, Netezza, Teradata en Amazon Redshift. Dus zelfs als je data in clouds van externe providers zit, extern bedoel ik dus non-Microsoft, kan je daar vrolijk bij met Data Factory. En je kunt informatie dus probleemloos inlezen in de Azure Cloud en bij elkaar brengen als voorbereiding voor je load in je data warehouse. Het leuke van Data Factory is dat hij ook on-premises kan benaderen. Je kunt een zogenaamde self-hosted integration runtime installeren in je eigen private data center of op kantoor, dus de plek waar je servers staan. En als je dat ding eenmaal hebt opgestart, dan kan Data Factory via de integration runtime alle data op jouw on-premises netwerk benaderen. Dus je kunt data, business data, laden van on-premises en in de cloud transformeren en geschikt maken voor een load in je data warehouse. En dat betekent dat je de zogenaamde hybride scenario's kunt implementeren, waarbij je transactionele systemen on-premises draaien en je data warehouse in de cloud draait. En dat komt heel vaak voor, hè? Denk bijvoorbeeld aan een retailer, een bedrijf wat een keten van winkels beheert, waarbij de transactionele databases fysiek in de winkel aanwezig zijn. Dat zijn gewoon database servers in de afzonderlijke winkels. En we hebben bijvoorbeeld een Synapse Analytics Data Warehouse in de cloud. Het ETL-proces moet dan de data uit die fysieke winkels inlezen, uploaden naar de cloud en daar transformeren en laden in het data warehouse. Nou, dat kan je probleemloos uitvoeren met Data Factory. Met zo'n self-hosted integration runtime kan je dus bij on-premises. Je kunt met Data Factory ook andere ETL-services opstarten. Je kunt een Hadoop job opstarten en je kan een Databricks notebook opstarten. Databricks, daar komt zometeen meer over. Maar dit zijn dus services waarmee je ook ETL-processen kunt implementeren. Alternatieve services die ook ETL-processen kunnen hosten. Dus als je denkt van, nou, ik ga een deel van mijn proces bijvoorbeeld in Databricks implementeren en een deel van mijn proces in Data Factory en ik laat die twee elkaar aanroepen op het juiste moment, dat kan. Data Factory kan een Databricks notebook opstarten en in een Databricks notebook kan je een Data Factory pipeline opstarten. Dus je kunt twee kanten op, de ene de andere laten triggeren. Data Factory is ook de enige tool in de Azure Cloud die een SSIS package voor je kan draaien. Dus als je al een ETL-proces hebt draaien on-premises in de vorm van een SQL Server Integration Package, dan kan je die package uploaden naar de cloud en direct draaien in Data Factory. Dit is dus een lift-and-shift model. Je lift hem uit on-premises en je shift hem naar de cloud, lift-and-shift, van je ETL-package. Het enige nadeel van deze aanpak is dat jouw package in de cloud een black box wordt. Je kan hem niet meer wijzigen, je kan hem niet meer editen. Dus hij is in de cloud, je kan hem draaien, hij is dus volledig operationeel in de cloud. Maar je kunt hem niet meer wijzigen met de ingebouwde editor van Data Factory. Dus als je die SSIS package wilt wijzigen, moet je hem dus weer downloaden naar on-premises. Daar moet je hem editen en dan moet je hem terug uploaden naar de cloud. Dat is dus een beetje onhandig.
Als je de hele package in de cloud wilt beheren vanaf nu, moving forward, dan moet je hem eigenlijk opnieuw bouwen in de Azure Data Factory. Dus er is nog geen import wizard die een SSIS package kan inlezen en kan transformeren naar een cloud native Data Factory pipeline. De Data Factory die integreert vlekkeloos met Continuous Integration en Continuous Deployment Pipelines in de zogenaamde DevOps processen. Omdat Data Factory Pipelines die worden volledig omschreven met JSON documenten. Dus een complete pipeline, een complete implementatie van Data Factory is één groot gigantisch JSON document. Net zoals alles in de Azure Cloud. Maakt niet uit wat je deployt naar Azure. Je kunt alles beschrijven in de vorm van een JSON-document. Dus je kunt in Continuous Integration en Continuous Deployment in zo'n pipeline, kan je je volledige Data Factory vanaf nul opbouwen. En dat kan je dagelijks doen. Hè? Continuous Deployment. Je kan dat continu doen in een Continuous Deployment pipeline. Dus dit is een naadloze integratie met DevOps. Het enige nadeel eigenlijk van Data Factory is, het is totaal ongeschikt voor streaming data. Dus als je data uit live bronnen hebt, uit bijvoorbeeld IoT-devices, data die wordt geüpload naar de cloud en daar zo snel mogelijk geprocessed moet worden, om bijvoorbeeld in Power BI gepresenteerd te worden, nou daar is Data Factory totaal niet voor geschikt. De latency, als je een Data Factory pipeline opstart en hem laat draaien, die is in de beste situatie 10 minuten. En die kan makkelijk oplopen naar 30 tot 60 minuten. Dus je hebt een enorme vertraging op het moment dat je je pipeline start. En het moment dat alle data er doorheen vloeit en geprocessed wordt. Dus het is totaal ongeschikt voor streaming. Het is een platform voor batch processing. Hè, waar je dus volumes data opspaart. En vervolgens als batch transformeert en laat in analytische systemen. Dus alleen maar voor batch processing. Goed, als je denkt van nou, Data Factory klinkt leuk, maar ik wil eigenlijk iets anders. Nou, dat kan. We hebben nog een tool die je kunt gebruiken. Dat is Azure Databricks. Azure Databricks is een Spark-omgeving. Het is een Spark-cluster die zogenaamde Spark Notebooks kan draaien. Hè, notebooks, dus interactieve documenten met code. Die je handmatig kan draaien, die kan je op een schedule zetten. En die code kan overal bij al je data en die kan naar believen data transformeren en analyseren. Dus Databricks, je kunt het omschrijven als Apache Spark als PaaS. Dat is een Apache Spark cluster. Je kan Apache Spark notebooks in de cloud implementeren en in die notebooks kan je je ETL-processen uitprogrammeren. En het is weer PaaS, Platform as a Service. Microsoft beheert de onderliggende virtual machines en beheert de clusters. Je krijgt autoscaling, dus die clusters die scalen automatisch naar buiten en weer naar binnen. Daar hoef je allemaal niks voor te doen. Databricks is een mooie omgeving, want je kunt daar klassieke Spark notebooks in draaien. En die kan je dan vullen met Python, Scala, Java, SQL en R code. Maar je kan ook SQL Analytics uitvoeren. En daarmee kan je dus ad hoc analyses uitvoeren op alle databronnen in je hele organisatie. Dus alle blobstores, alle data lakes, alle Cosmos databases, alle Synapse Analytics databases die je hebt opgetuigd in je organisatie. Databricks kan erbij en die kan dus met SQL queries die data voor je analyseren en transformeren. Nou, groot voordeel van Databricks boven bijvoorbeeld Hadoop is dat in Databricks de clusters autoscalen. Dus een Databricks cluster schaalt automatisch naar buiten en weer naar binnen op basis van de load op het systeem. Dus als je een zware transformatiejob gaat draaien in Databricks, dan zal je cluster automatisch groter worden. En als alles weer rustig is, wordt je cluster weer kleiner. Spark is een actieve open source community ook. Dus er zijn een groot aantal libraries beschikbaar waarin je dus gebruik van kan maken in de Spark notebooks. Je kunt gebruik maken van data frames, je kunt streaming libraries installeren zoals Flume of Kafka. Je kan machine learning analyses uitvoeren met mlib. Je kan je data visualiseren met de GraphX library. Dus er zijn een groot aantal programmeerbibliotheken beschikbaar. Nou, let op dat streaming. Je kan dus in Databricks wel
streaming data analyseren. Dit is het grote verschil tussen Data Factory en Databricks, streaming support via Flume of Kafka. En een ander groot verschil is machine learning. Databricks heeft ingebouwde ondersteuning voor machine learning. Data Factory heeft dat niet. Dus als je een machine learning model wilt trainen op business data en vervolgens voorspellingen wilt doen op basis van het model, dat werkt het beste in Databricks. Je kunt dat in Data Factory wel in elkaar sleutelen, maar het gaat wat moeilijker. Het gaat iets moeizamer, dus iets minder robuuste oplossing. Het gaat allemaal wat makkelijker in Databricks. Dus als je machine learning wilt gebruiken in je ETL-processen, is Databricks een goede keuze. Ook als je liefst je hele ETL-proces wilt uitprogrammeren in Python. Nou, als je geen gebruik wilt maken van een grafische designer voor het maken van je transformatiepipelines. Als je denkt van nou, ik programmeer dat liever allemaal uit in Python-code. Dat vind ik wat makkelijker, want dan kan je meer. Hè, alles is mogelijk in Python. Je kunt de meest waanzinnige processen implementeren. Je bent op geen enkele wijze beperkt. Code kloppen gaat sneller dan in een designer transformatieblokjes in de juiste volgorde draggen. Dus je bent ook wat productiever. Hè, dus dat zijn allemaal redenen om voor Databricks te kiezen. Kan allemaal. En, zoals ik al eerder zei, je kunt Databricks aanroepen vanuit een Data Factory pipeline. En je kunt in een Databricks notebook een pipeline opstarten. Dus je kunt zelf kiezen welke van deze twee platformen leidend is, Databricks of Data Factory, en welke vervolgens de ander aanroept op het juiste moment. Dus het is niet eens een of-of keuze, je kunt ze ook combineren. Nou, een leuke feature van Databricks is een naadloze integratie met Power BI. Dus je kunt je data transformeren en vervolgens heel makkelijk exporteren naar Power BI. En je hebt ook de beschikking over interactieve dashboards. Ja, dat zijn in feite je notebooks, waarin je je data kunt visualiseren en waarmee je heel makkelijk ad hoc data-analyse kunt uitvoeren. Databricks is heel erg geschikt voor experimenteel werk. Als je je ETL-proces nog niet helemaal scherp hebt en nog een beetje wilt experimenteren. Hè, met name als je met machine learning aan de slag gaat. Want daar weet je nooit van tevoren of je machine learning experimenten zullen slagen. Dus als dat onderdeel uitmaakt van je ETL-proces, dan is Databricks een fantastische keuze. Maar we hebben nog een mogelijkheid. Er is nog een service die ETL-processen voor je kan implementeren. En dat is Azure Synapse Analytics. Azure Synapse Analytics. Dit heette vroeger Azure Data Warehouse, Azure SQL Data Warehouse. Maar Microsoft heeft de naam veranderd, want het is tegenwoordig veel meer dan alleen maar een data warehouse. Azure Synapse Analytics, je kan dat het beste zien als het oorspronkelijke data warehouse pakket. Hè, dus de SQL database die Microsoft vroeger had voor data warehousing. Een geoptimaliseerde versie van SQL Server. Die dus geoptimaliseerd is voor OLAP workloads, analytische workloads, waar je eigenlijk alleen maar select queries aan het draaien bent. En je bent bijna nooit aan het inserten, updaten of deleten. Dus een database helemaal geoptimaliseerd voor select queries. En dan met name aggregaties. Ja, dus een sum, een min, een max, een average, een count. Dat soort queries, dat soort dingen berekenen. Dat zijn aggregatie queries. En Data Warehouse was daarin gespecialiseerd, geoptimaliseerd. Nou, dat was dus het oude Azure SQL Data Warehouse product. Alleen Microsoft heeft daar ook de Spark cluster ingeschoven. Dus als je nu kijkt naar Synapse Analytics, dan zitten daar twee runtimes in tegelijk. De SQL Data Warehouse runtime, de SQL Data Warehouse runtime, dus de database engine van Data Warehouse. En een Synapse Analytics cluster. Ja, eigenlijk letterlijk dezelfde analytische cluster die ook in Databricks zit. En beide runtimes kunnen bij dezelfde data, ook tegelijkertijd. Dus het is een hele leuke omgeving, want je kunt daarin dus heel makkelijk je data warehouse implementeren. Want het is een data warehouse, het is een SQL Server database, geoptimaliseerd voor OLAP. Dus je kunt je data in tabellen stoppen, je kan een stermodel implementeren met je fact-tabel in het midden, je dimensietabellen eromheen, je kan slowly changing dimensions implementeren, je kunt de data opslaan als column stores, hè, dus optimaliseren voor aggregatiequeries. Alle features die je nodig hebt in een data warehouse zijn aanwezig, zit allemaal in die runtime. Maar daarnaast heb je ook de complete Synapse cluster voor
Synapse analyses en voor het draaien van Synapse notebooks. Dus je kunt native binnenin Azure Synapse Analytics kan je een Python notebook draaien. Daar kan je letterlijk bij de data van je data warehouse, die kan je inlezen via data frames en dan kan je vervolgens alles mee doen wat je wilt. Dus al die libraries in het Synapse ecosysteem, al die libraries in het Apache Spark ecosysteem kan je gewoon bij. En die kan je dus gebruiken op je data warehouse data. Dus vroeger kon dit ook allemaal. Hè? Vroeger kon je Databricks aanmaken en Azure SQL Data Warehouse. En die konden dan met wat kunstgrepen elkaars data lezen. En dan kon je dezelfde analyses mee uitvoeren. Nou, wat Microsoft gedaan heeft, is eigenlijk dat Databricks product en de oude Data Warehouse hebben ze in elkaar geschoven tot één nieuw product. En dat is Azure Synapse Analytics. Dus dit is eigenlijk je standaard oplossing voor big data analyse en transformatie in de cloud. Het mooie van Synapse Analytics is dat er een hele leuke feature in zit, die heet Polybase. Polybase gebruik je om heel snel grote volumes aan data te laden. Denk aan je full load van je data warehouse. Stel je data warehouse is helemaal leeg en je wilt hem laden met alle data, al je historische data, dus je hebt 10 petabyte aan business data en dat moet allemaal geladen worden in je data warehouse. Nou, Polybase is een bulk import systeem waarmee je razendsnel die data kunt inlezen in staging tabellen. Dus het idee is dat je die data eerst klaarzet in de cloud. Je kan een zogenaamde data lake aanmaken en daarin kan je die data uploaden. De data die staat dan bijvoorbeeld in JSON bestanden in de cloud. Je kunt je business data verspreiden over miljoenen kleine JSON bestanden. Dus één groot data lake in de cloud met miljoenen bestanden. En Polybase kan vervolgens die data razendsnel importeren. Dus Polybase is een soort bulk import engine om razendsnel een data import uit te voeren. En is geoptimaliseerd voor zeer grote volumes aan business data. En dit zit dus ook ingebouwd in Synapse Analytics. Dus ja, de features van Synapse Analytics op een rij zijn als volgt. Synapse Analytics is een data warehouse als PaaS. Dus platform as a service weer, een data warehouse. Je kan direct aan de slag met je data. Maar dus ook Synapse Analytics. Het is ook een Spark, ook een Spark cluster als PaaS. Dus zowel Databricks als Data Warehouse gecombineerd tot één product. Je kunt, als je Synapse Analytics provisioned, als je dat aanmaakt in je eigen Azure tenant, dan kan je kiezen of je serverless of dedicated wilt draaien. Dedicated betekent dat Microsoft virtual machines voor jou gaat reserveren. Die zijn voor jou gereserveerd en die kan je maximaal benutten voor het uitvoeren van je data analyses en transformaties. Serverless betekent dat je per minuut wordt afgerekend. Dus als een query draait in Synapse Analytics, per minuut dat die query draait, word je dus per maand afgerekend. Daar betaal je voor. Dus afhankelijk van de mix die je nodig hebt van kosten en performance, zul je of kiezen voor serverless of voor dedicated. Synapse Analytics kan zowel streaming als batch data aan. Dus ook hier is er support voor streaming data. Ja, en zoals al genoemd, er zitten twee runtimes ingebouwd in Synapse Analytics. De Data Warehouse Runtime, dat noemen we de SQL Runtime, en een Spark Runtime. Dus letterlijk dezelfde analytische engine die ook in Databricks zit. En omdat er dus een Spark Runtime ingebouwd is, kan je interactieve notebooks gebruiken. Dus binnenin Synapse Analytics kan je interactieve notebooks aanmaken in Python, Scala, SQL en C#. C# kan ook. En daar kan je je data analyse en transformaties in uitprogrammeren. Het integreert naadloos met Power BI en met Data Factory. Dus je hebt een naadloze integratie met Data Factory. Dus je kunt ook weer Data Factory pipelines implementeren om je Synapse Analytics database te vullen met data. En er is een ingebouwde machine learning functie. Dus als je met machine learning aan de slag wilt gaan, je kunt dat implementeren met de Spark cluster. Daar zit die MLib library in, die kan je gewoon gebruiken. En in de Data Warehouse heb je de beschikking over een extra TSQL functie, genaamd Predict. En daar kan je een voorspelling mee uitvoeren.
gebruikmakende van een getraind machine learning model. Dus beide runtimes ondersteunen machine learning. Dus dit zijn in een notendop de ETL-processen in de Azure Cloud. Data Factory is eigenlijk de volgende versie van SSIS. Je zou het kunnen beschouwen als SSIS in de cloud, de SQL Server Integration Services in de cloud. Dus je kunt daar alles mee implementeren wat je nu misschien al on-premises implementeert met de SSIS designer. Dan heb je Databricks, een Apache Spark cluster in de cloud, waar je je eigen analytische notebooks op kunt draaien. En je hebt Synapse Analytics, een data warehouse en een Spark cluster gecombineerd met naadloze integratie met Power BI en Data Factory. Microsoft wil heel graag dat je Synapse Analytics gaat gebruiken. En je ziet dat alle features van Data Factory en Databricks zitten ook in Synapse Analytics. En het is de bedoeling vanaf nu dat Synapse Analytics dat jouw centrale werkomgeving wordt voor big data in de cloud. Dus voor big data analyse en transformatie en voor ETL-processen. Dus Synapse Analytics heeft een centrale workspace. En het is dus de bedoeling dat je eigenlijk gewoon naar die workspace gaat en dat je daar al je business analyse en transformatie in implementeert en monitort. Het enige wat je misschien weerhoudt van het gebruik maken van Synapse is de prijs. Het is een vrij duur product. Misschien dat de prijs nog wat zal dalen de komende jaren. We moeten het een beetje aanzien. Het is een wat duur product. Dus de enige reden om het niet te gebruiken is de prijs. Oké, laten we nu kijken naar ETL-processen in de cloud. Dus even, we gaan niet meer kijken naar de services en de pros en cons van al die services, maar nu gewoon specifiek naar de processen zelf. ETL-processen. Een ETL-proces, eigenlijk heel simpel, hè? ETL, de naam zegt het al, Extract, Transform, Load, ETL. Dus extract betekent verzamel je business data uit allerlei bronsystemen. Dus doe een export van je sales systeem, doe een export van je marketing systeem, doe een export van je online transaction processing database, je OLTP database. Pluk overal data vandaan, breng dat allemaal bij elkaar, dat is de extract. Dan moet je natuurlijk allerlei stappen gaan uitvoeren. Je moet data checks uitvoeren, of is de data kwalitatief in orde. Je moet validatiecontroles uitvoeren. Je moet data repareren als er iets mis mee is. Je moet misschien data afwijzen als de kwaliteit niet hoog genoeg is voor het laden in een data warehouse. Je moet ontdubbelen. Misschien kom je dezelfde klant meerdere keren tegen. Je moet data mergen als er een conflict is. Misschien in het marketing en in het sales systeem zit dezelfde klant met verschillende gegevens. Andere adressen, andere naam. Moet je dus gaan mergen? Hoe ga je dat precies doen? Dat zijn allemaal beslissingen die je dus in die transformatiefase moet uitvoeren. En als de data eenmaal klaar is, getransformeerd en gevalideerd en gecheckt en het is allemaal in orde, de data is klaar om in het data warehouse geladen te worden, dan doe je de load step. Dat is dus de L. Dus ETL, extract, transform, load. Grabbel je business data bij elkaar, transformeer de data en laad het vervolgens in je data warehouse. Die load kan dus zowel eenmalig als incrementeel draaien. Je kan je data warehouse vanaf nul opvullen of je kan een incrementele load uitvoeren en alleen de meest recente wijzigingen laden in je data warehouse. Dus als je dat incrementele ETL-proces continu draait, dan worden dus continu de meest recente business transacties geladen in je data warehouse en houdt je data warehouse zichzelf automatisch up-to-date. Je data warehouse wordt daarmee een single source of truth in je organisatie, de bron van waarheid. Op basis van je data warehouse kan je al je financiële rapportages draaien, waarbij je bijvoorbeeld je belastingaangifte op uitvoert. Dus het is de single source of truth in je organisatie. En dat betekent ook dat je data warehouse de bron kan zijn van al je business analyses. En je kan al je analyses uitvoeren op basis van die data warehouse data. Dit kan de bron zijn van alles wat in Power BI bijvoorbeeld in beeld komt. Dus dit is ETL. Het nadeel van ETL is dat je de data inline aan het processen bent.
Je bent data aan het extracten, record voor record. Dan ben je die transformaties aan het uitvoeren, record voor record. En daarna ben je die data aan het laden in je data warehouse, record voor record. Dus het is een incrementeel proces wat record voor record door al die data heen gaat en incrementeel die E, die T en die L stap uitvoert. Dat is allemaal heel leuk, maar dat vertraagt het proces aanzienlijk. Dus als je de performance wat wilt verbeteren, dan kan je de letters omdraaien. Dan kan je het proces als ELT implementeren. Extract, Load, Transform. Ja, dus nu hebben we gewoon de volgorde omgedraaid. Wat we nu doen is we verzamelen alle business data bij elkaar. We brengen alle data bij elkaar. En we laden dat direct in staging tabellen. Dus we gaan die data direct laden in een staging database. Dat kan het data warehouse zijn. Hè? Dat kunnen dus staging tabellen in het data warehouse zelf zijn. Nou, nu hebben we dus vervuilde data in het data warehouse. Maar de data staat apart in staging tabellen. Vervolgens draaien we de transformatiestappen rechtstreeks op die staging tabellen. Dus we gaan die transform stap implementeren met SQL queries in het data warehouse zelf. Het voordeel is, dat kan razendsnel, want we hebben alle data al bij elkaar in een database. En we kunnen ook vrij complexe transformaties uitvoeren. Want we hebben de hele tabel tot onze beschikking. Alle recente transacties zijn al geladen in het data warehouse. Dus we hebben bijvoorbeeld 24 uur aan transacties al bij elkaar in één staging tabel. En we kunnen daar razendsnel in zoeken. We kunnen aggregaties uitvoeren. We kunnen records met elkaar vergelijken. Dus we kunnen complexe transformaties implementeren. Dus ELT is eigenlijk beter. Het is sneller en het kan grotere volumes aan data aan dan ETL. Kijk, hier heb je ze nog even naast elkaar. ETL en ELT. Dus ETL doet de transformaties in transit, terwijl data door het proces heen vloeit. Terwijl ELT de transformaties in het data warehouse uitvoert. Bij ETL moet je de transformatielogica in de pipeline integreren. In de ETL pipeline. Terwijl in ELT heb je de data al in je data warehouse. En kan je de businesslogica, de transformaties, als SQL queries uitschrijven. En dat kan iets handiger zijn. Hè? Je kunt met SQL toch iets meer dan bijvoorbeeld met Data Factory transformatie blokjes. Dus je bent iets flexibeler met SQL. Als je bedreven bent in de taal SQL, kan je wat sneller zo'n transformatieproces uitschrijven. Dus het heeft allemaal wel wat voordelen. Het ETL-proces kan alleen maar kleine tot medium-size volumes aan. Terwijl ELT eigenlijk alles aan kan. Dus het maakt niet uit of je een klein volume aan business data hebt of dat je met big data werkt, met petabytes van data. ELT kan het allemaal aan. En de transformatiesnelheid is ook hoger met ELT. Dus ELT is eigenlijk een betere keuze. Echter, ELT vereist dat je data leest in je data warehouse en daar transformeert. Dus je moet Synapse Analytics gebruiken. Daar kom je niet onderuit. Terwijl ETL kan je ook implementeren in Data Factory en Databricks. Dus als kosten een probleem zijn, als je een kleine beurs hebt en je kunt niet te veel uitgeven aan je IT, dan kom je er wellicht niet onderuit om ETL te gebruiken op basis van Data Factory. Dat is geen enkel probleem als je een klein of medium size business data hebt en als de transformatiesnelheid niet super belangrijk is. Je ETL-proces is een uur aan het stampen om de data vanuit je OLTP-systeem naar je OLAP-systeem te halen. Dat is prima. Hè? Een uurtje van bijvoorbeeld 2 uur 's ochtends tot 3 uur 's ochtends, iedere nacht, kunnen we prima mee leven. Dus als de transformatiesnelheid geen issue is, kan je probleemloos ETL gebruiken. Maar ELT is beter in bijna alle opzichten. Nou, hier een voorbeeldje. Dit is een architectuurdiagram die ik gewoon van het internet heb geplukt. Dit is een typische cloud architectuur. Het is een ETL proces met Data Factory. ETL met Data Factory. Dus wat hier gebeurt is een Data Factory proces laat data van allerlei databronnen, die zie je links in het plaatje. Dus meerdere SQL databases, een Azure SQL database in de cloud, 2 Microsoft SQL Server databases on-premises, een storage tabel in de cloud, een Cosmos database in de cloud. De Data Factory leest al die data in, voert transformaties uit, voert data validatie en cleaning uit en slaat vervolgens de opgeschoonde data op in een storage account.
dus in een Azure Storage Account. Vervolgens wordt die data vanuit het Storage Account ingelezen in het SQL Data Warehouse. En vanaf daar draait er dan bijvoorbeeld een analyse op en kan je dus Power BI vullen met allerlei interessante analyses. Data Factory doet hier de transformaties en niet het SQL Data Warehouse. Dus dit is een ETL-proces waarbij Data Factory volledig verantwoordelijk is voor de data transformaties. Dus dit is ETL in die volgorde. En dit is een typisch proces. Je kunt dit zo implementeren in de Azure Cloud. Dit is een architectuur die je vaak tegenkomt, waarbij Data Factory verantwoordelijk is voor het verzamelen en opschonen van data. En die data wordt vervolgens netjes gedeponeerd in een data warehouse. En vanaf dat moment heb je dus je opgeschoonde, je clean business data beschikbaar in dat data warehouse. En is die data beschikbaar voor de rest van je cloud. Dus je kunt allerlei analytische services koppelen aan die data. In dit geval hebben ze Azure Analysis Services gebruikt. Die data die kan bijvoorbeeld multidimensionale data cubes berekenen van je business data. En dat kan je dan in Power BI visualiseren. Dus een typische ETL-architectuur in de Azure Cloud. Maar dit kan ook, hè? ELT. Dus dit is ELT. Dus we hebben nog steeds data on-premises. We hebben data in een SQL Server database, Microsoft SQL Server database. We gaan die data exporteren met de Bulk Copy Tool, het BCP-tooltje. Dus daarmee krijgen we flat files op disk. Die files gaan we met AZ Copy uploaden naar de cloud. AZ Copy is een leuk tooltje waarmee je dus bestanden in bulk kunt uploaden naar de cloud. Dus je zou je kunnen voorstellen dat on-premises, dat we een PowerShell script hebben, die eerst met bulk copy een dump doet van SQL tabellen naar disk. En dan die flat files met AZ Copy upload naar de cloud. Nou, die files die komen terecht in een storage account. En vervolgens gebruiken we dat Polybase mechanisme, wat ik eerder noemde, om die data in te lezen in een SQL Data Warehouse, dus in Synapse Analytics. Dus dit is vervuilde business data. We hebben geen validatie uitgevoerd, we hebben geen merges uitgevoerd, geen ontdubbeling. Dus die data is potentieel vervuild. Die staat in het Data Warehouse, in een staging tabel. En nu kunnen we met Transact SQL de validaties uitvoeren. We kunnen de merges uitvoeren, we kunnen ontdubbelen, we kunnen allerlei berekeningen en transformaties uitvoeren en we kunnen zorgen dat we geleidelijk aan die data opschonen totdat we opgeschoonde data overkopiëren naar de productietabellen. Dus het transformatieproces speelt zich hier af in de Synapse Analytics omgeving zelf. Uiteindelijk hebben we weer een opgeschoonde data in de productietabellen in het data warehouse. En dat kan weer de basis zijn voor je big data analyse in de cloud. Dus als je het op deze manier wilt opbouwen, ik zou zeggen, dit is een voorkeur scenario. Dit is de beste manier hoe je dit kunt implementeren. Dus in dit model verzamel je de data met PowerShell scripts. Je brengt alles bij elkaar in een storage account in de Azure Cloud. En vervolgens ga je met Polybase razendsnel die data uit dat storage account inlezen in de staging tabellen van Synapse Analytics. Dus we gebruiken Polybase om razendsnel die import uit te voeren. Als je wilt, kan je hier Data Factory weer inschuiven. Als je wilt, hè. Je zou Data Factory kunnen gebruiken om dat blob storage account te vullen. Dus in plaats van dat je AZ Copy gebruikt en BCP, kan je ook een Data Factory pipeline maken die rechtstreeks die databases uitleest. Dus het is helemaal aan jou hoe je dat wilt implementeren, maar je kunt hier ook weer Data Factory voorschuiven. Om de data eerst bij elkaar te brengen en dan ga je alsnog de transformaties uitvoeren in je data warehouse. Je kunt ook een deel van de transformaties door Data Factory laten uitvoeren en een deel van de transformaties in je data warehouse uitvoeren. Dan maak je een hybride oplossing. Heeft voor- en nadelen. Dat betekent dat je de transformaties op de meest optimale plek kunt implementeren. Dat is het voordeel. Het nadeel is dat je transformaties uitgesmeerd zijn over een groot deel van je cloud architectuur. En dat is conceptueel wat minder netjes. Dat is het nadeel. Nou, hier is een hybride model. Dit is een ETL en ELT gecombineerd. Eigenlijk wat ik net vertelde. Dus we hebben data in een Microsoft SQL Server database on-premises. We
We gaan die data met Data Factory inlezen, een beetje transformeren en valideren. En we gaan die output naar een SQL Server database in de cloud sturen. Een Azure SQL database in de cloud. Vervolgens, hè, dit is dus de eerste ETL-stap, vervolgens doen we een tweede stap, waarbij we met Databricks die data rechtstreeks uit die Azure SQL database lezen in de cloud. We voeren een transformatie uit en we gaan die output wegschrijven naar een storage account en vanaf daar weer terug inlezen in de database. Dus dit is een complexe transformatiestap die via Databricks draait. Dus de initiële transformaties doe je als ETL met Data Factory. En daarna doe je secundaire transformaties volgens ELT met Databricks. Dus eigenlijk twee processen achter elkaar. En nu kun je kiezen, je hebt twee transformatiepunten in je cloud architectuur. En je kunt dus kiezen waar je de transformaties gaat implementeren. Je zou de eenvoudige validatiestappen in Data Factory kunnen zetten. En het meer complexe kan je in Databricks kwijt. Je verspreidt ze over je architectuur. Dus dit is ETL en ELT achter elkaar. Kan ook allemaal. Nou, laten we een voorbeeld pakken. Een concreet voorbeeld van een ETL-proces. Tot nu toe is het allemaal vrij abstract gebleven. En we hebben de services bekeken waarmee je deze processen kunt implementeren. Dus Data Factory, Databricks en Synapse Analytics. We hebben gekeken naar ETL en ELT-processen. Ja, dus de processen die je transacties van je OLTP-database transformeren en overhevelen naar je OLAP-database. Of anders gezegd, van je transactionele database gaat je data naar je analytische database. Ja, of van je kassasysteem naar je data warehouse. Ja, dat is je ETL-proces. Maar laten we nu kijken naar één concrete stap in zo'n proces. Het mooie van ETL-processen is dat ze allemaal erg op elkaar lijken. Want het datamodel waar we de data naartoe schrijven is iedere keer hetzelfde. In een data warehouse heb je eigenlijk maar één standaard datamodel, het STER-model, met een fact-tabel in het midden en in een cirkel eromheen dimensietabellen. De fact-tabellen zijn je transacties. Hè, dat is klant A bestelt product B en betaalt bedrag C op een tijdstip D. En de dimensietabellen zijn dus al die gegevens die gekoppeld zijn aan die fact. Dus welke klant plaatste de bestelling, welk product bestelde de klant, op welke datum en tijd werd de bestelling uitgevoerd. Dat staat allemaal in de dimensietabellen. Dus dit is het STER-model, het STER-database-model. We schrijven de data altijd weg naar een STER-model. Dus de transformatiestappen om de data geschikt te maken voor zo'n STER-model zijn altijd hetzelfde. En een van die transformatiestappen is bijvoorbeeld omgaan met een slowly changing dimension. Hè, dit is dus een scenario waarbij we in ons data warehouse producten hebben opgeslagen. Hè, klanten bestellen producten bij ons. Dus we hebben een productentabel. En wellicht dat die producten op een gegeven moment veranderen. Misschien dat de naam van het product verandert of de omschrijving verandert. Of de interne code, hè, de productnummer verandert. Wie weet wat er allemaal aangepast is in een productomschrijving. Dus je moet dat vastleggen. En als we dat dus in een data warehouse opslaan, we willen natuurlijk niet die productgegevens overschrijven. Ja, als we historische data opslaan in een data warehouse en we overschrijven de productdefinitie, dan zijn we ook de data in het verleden aan het veranderen. Dus een typische strategie is dat we alle producten voorzien van een timestamp, een startdatum en een einddatum en tijd. En dat we vervolgens de nieuwe producten gewoon toevoegen aan het einde van de tabel. Dat heet een type 2 slowly changing dimension. En je ziet dat hier in dit plaatje uitgewerkt. Hier wordt een productomschrijving aangepast. Een product krijgt een nieuwe omschrijving. En als we die wijziging in ons data warehouse opslaan, wordt dat in een type 2 dimensietabel opgeslagen op de volgende manier. He, dus we hebben een startdatum en tijd en een einddatum en tijd. En we stempelen netjes het huidige record af. We vullen een einddatum en tijd in van 12 mei 2006. Dat is nog lang geleden. En vervolgens maken we een nieuw record aan onderaan de producttabel met de nieuwe gegevens. Met een startdatum van 12 mei 2006 en dan een einddatum ver in de toekomst.
Dus dit is een type 2 slowly changing dimension. Dit is hoe je dus data in zo'n type 2 dimensie moet opslaan, hoe je wijzigingen opslaat. En dit moeten we dus implementeren in ons ETL of ELT proces. Alle wijzigingen in producten in type 2 dimensies moeten we op deze manier verwerken. Dus dit kun je implementeren in Data Factory en dat doe je zo. Dit is een uitgebreide data pipeline. Je kijkt naar één Data Factory pipeline die data uit twee inputs leest. En allerlei trucjes en transformaties en kunstgrepen uitvoert. Er zit een split in, er zit een combine stap in ingebouwd. Als je de volledige definitie wilt opzoeken, kan je dat doen door deze URL op te zoeken, die onderaan de slide staat. Hier staat dit complete proces beschreven. Ja, dus dit is een blogartikel die je letterlijk uitlegt hoe je een type 2 dimensie update kunt implementeren met een Data Factory pipeline. En dat blogartikel wandelt je door alle stappen om deze pipeline uiteindelijk te produceren, wat je hier in de screenshot ziet. En het is eigenlijk één groot proces. Hè. Je moet bestaande records in je data warehouse en nieuwe records moet je natuurlijk op aparte manieren implementeren. Dus het zijn twee verschillende pipelines. Eentje voor nieuwe records en eentje voor bestaande records. En ergens halverwege zit dus een if waar het systeem dus ontdekt dat hij te maken heeft met een bestaand record. En dan splitst hij dus af en dan voert hij dus een aparte stap uit. Dus dit is een volledige slowly changing dimension type 2 update geïmplementeerd als een Data Factory pipeline. Is dus allemaal mogelijk. Het enige wat je moet doen is dus deze pipeline opbouwen in de designer. Je moet het ding blokje voor blokje implementeren. Je moet al die stappen moet je configureren. En dan heb je een type 2 dimensie pipeline gebouwd. Nou, het slechte nieuws is, dit moet je natuurlijk doen voor al je dimensietabellen in je data warehouse. Dus als je 20 dimensietabellen hebt, moet je dit 20 keer doen. Dus dit kan vrij fors worden. Je kunt een vrij groot aantal pipelines krijgen op deze manier. Dus je kan het ook in Databricks doen. Als je denkt van nou, ik doe het liever in code, hè, liever in Python code, want dan kan ik alles netjes bij elkaar houden. Geen enkel probleem. Dit is een slowly changing dimension type 2 update geïmplementeerd in Python. Dus dit is een notebook in Databricks, een Python notebook. En dit notebook gaat dus kijken naar de meest recente transacties opgeslagen in een filestore. En die gaat hij vervolgens transformeren en geschikt maken om te laden in een data warehouse, in een dimensietabel van type 2. Dus ik zal de code niet uitgebreid omschrijven. Het is puur om te illustreren dat je het kunt implementeren in Python code, in redelijk compacte Python code. En dat je het dus gewoon als notebook kunt implementeren. Dus aan jullie de keuze of je Data Factory pipelines wilt gebruiken of notebooks in Databricks. En natuurlijk, hè, omdat Synapse Analytics een Spark cluster heeft ingebouwd, Databricks zit eigenlijk ingebouwd in Synapse Analytics, kan je dit dus ook allemaal doen in Synapse Analytics. Je kunt dat doen zowel als notebook, dus je zou dat Python notebook van de vorige slide in Synapse Analytics kunnen implementeren en uitvoeren, maar je kan het ook allemaal in SQL doen. Dus als je kiest voor het ELT-proces, hè, dus de Extract Load Transform, kan je de type 2 dimensieconversie ook helemaal uitprogrammeren in SQL-code. En dan krijg je ongeveer dit. Hè, dit is een voorbeeld wat ik van het internet heb geplukt. Een employee dimensietabel, een type 2 dimensietabel, die geüpdate wordt met SQL-code. Dus deze SQL-query kan je letterlijk implementeren in Synapse Analytics. En dit voert dan die type 2 dimensieconversie voor je uit. Ik heb zelf een voorkeur voor de SQL-methode, dus waar je nu naar kijkt. Dus ELT-processen, waarbij je dus de dimensieconversies uitvoert met SQL-queries. Ik vind dat zelf het meest overzichtelijk en het makkelijkst te implementeren. Maar het goede nieuws is, je kunt kiezen. Je kunt je favoriete tool kiezen en je kan in al die tools kun je die ETL-processen implementeren. Dus ja, een aantal tips hier. Als je kiest tussen ELT en ETL, ELT is beter. ELT is sneller, kan grotere volumes aan data aan. En je hebt dus de mogelijkheid om met SQL je transformaties te implementeren. En ik vind dat persoonlijk gewoon wat prettiger. Het is net iets makkelijker om met SQL die complexe dimensie updates uit te programmeren.
Maar het is geen of-of keuze, want je kunt ETL en EL2 ook achter elkaar plakken. Dus je kunt beginnen met Data Factory voor je data cleaning. En vervolgens kan je daarachteraan een ELT-proces plakken, wat met SQL queries de slowly changing dimensions up-to-date houdt. En dan kan je de beste platformen gewoon combineren. Synapse is echt bedoeld voor big data workloads. Dus ik zou zeggen, Synapse Analytics moet je eigenlijk alleen maar gebruiken bij grote datavolumes. Als je boven die 100 terabyte zit, hè, waarbij je met Azure SQL databases gewoon totaal niet meer overweg kunt. Hè, dat past gewoon niet meer in een Azure SQL database. Dan is Synapse Analytics een perfecte keuze. Hè. Data warehouses van 500 terabyte, van 5 petabyte, van 1 exabyte, gigantische data warehouses. Daar is Synapse Analytics echt perfect. Als je een data warehouse hebt en je begint net, en je data warehouse is 10 gigabyte bijvoorbeeld, hè, dat is vrij klein, dan kan je ook gewoon een Azure SQL database in de cloud neerzetten en dat noem je je data warehouse. Is niet echt geoptimaliseerd voor OLAP, dus zal iets minder efficiënt draaien dan Synapse Analytics, maar voldoet prima voor kleine workloads. Dan heb je niet natuurlijk de voordelen van Synapse, dat je alles bij elkaar hebt in één workspace. Maar ja, je kunt altijd een aparte Databricks omgeving opbouwen en daar je transformaties in uitvoeren. En dan laat je die Databricks omgeving koppelen met je Azure SQL database. Het grote voordeel van Synapse is de integratie. Alles zit netjes bij elkaar in één workspace. Maar je kunt dat ook allemaal met de hand uitprogrammeren. Je kunt die services apart opbouwen en je kunt ze zodanig configureren dat ze allemaal met elkaar kunnen praten. En dat ze allemaal data met elkaar kunnen uitwisselen. Is iets meer werk, is iets meer configuratiewerk, maar het is wel mogelijk. Dus als je een klein IT-budget hebt, is dat ook allemaal prima. Nou, Data Factory is eigenlijk een uitstekende tool om data te verzamelen. Als je allemaal data wilt verzamelen uit allerlei bronsystemen en je wilt het allemaal bij elkaar brengen in één centrale plek in de cloud, daar is Data Factory echt ontzettend goed in. Je hoeft geen Data Factory te gebruiken. Je kunt ook een PowerShell script maken, hè, en dan met bulk copy of met extract tooltjes en met az-copy voor het uploaden. Daarmee kun je ook de data verzamelen en uploaden naar de cloud. Maar Data Factory is eigenlijk een prima tool voor het verzamelen van data, het samenvoegen van data en het vervolgens beschikbaar maken voor de volgende stap in je ETL-proces. Dus dat is een uitstekende keuze om Data Factory te gebruiken. Een uitstekend argument, moet ik zeggen, om Data Factory te gebruiken. Databricks heeft ingebouwde machine learning. En dat is eigenlijk de reden om Databricks te gebruiken. Databricks, het is een Spark cluster met die MLib library voor machine learning. En machine learning engineers, AI engineers, data scientists, machine learning engineers, die zijn gewend om in Spark notebooks te werken. Die doen hun dagelijkse analyses continu in Spark notebooks. Die gebruiken niks anders. Dus als je een data scientist in je organisatie hebt en je geeft die persoon een Databricks notebook, dan is die persoon super blij en kan die aan de slag met het trainen, het bouwen en trainen van machine learning modellen. Dus Databricks, we zien vaak dat dat toegevoegd wordt aan een cloud architectuur als machine learning ergens onderdeel uitmaakt van een ETL proces. Dan is Databricks een uitstekende keuze. Ja, dus eigenlijk mijn belangrijkste advies aan jullie is gebruik Synapse Analytics. Dat is eigenlijk gewoon stap 1. Gebruik Synapse Analytics. Dat is dé tool in de Azure Cloud voor ETL, voor ELT, voor Big Data Analyse, voor Machine Learning, voor Power BI, voor rapportages. Dat komt allemaal bij elkaar in Synapse Analytics. Fantastische omgeving. Enige reden om het niet te gebruiken is denk ik de prijs. En als je hele kleine datavolumes hebt, hè, waarbij Synapse echt een olifant is en je data is een mug en dat je denkt van ja, dat staat niet echt netjes in verhouding tot elkaar. Dan kan je ook, hè, bij kleinschalige data, kan je die andere tools gebruiken. Maar begin met kijken naar Synapse Analytics, hè, en gebruik dat niet als je daar goede argumenten voor hebt. En schroom niet om Synapse Analytics aan te vullen met Data Factory voor je verzamelprocessen, het verzamelen van je data
in je hele organisatie. Doe dat gerust met Data Factory, dat werkt uitstekend. En als laatste, als je geen Synapse Analytics gebruikt, maar je wilt toch machine learning gebruiken in je organisatie, dan is Databricks een uitstekende keuze. Of als je geen Synapse gebruikt en je wilt je ETL en ELT processen volledig uitprogrammeren in Python, dan is weer Databricks een uitstekende keuze. Dus dit zijn een beetje de criteria die je moet gebruiken om de juiste tools te selecteren. En gebruik te maken van de juiste tools. En dat was mijn verhaal. Dus ik kijk even op de klok. Het is 4:05. Dat is net iets meer dan een uur. Strakke timing. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik jullie een goed overzicht heb gegeven van de data services in de Microsoft Azure Cloud, waarmee je dus je ETL en ELT processen kunt implementeren. Ik hoop dat je ook een goed beeld hebt van wat het nou is, hè, een ETL of ELT proces, en wat de verschillen zijn tussen die twee. En dat je overtuigd bent geraakt door mijn voorbeelden, zoals dat die slowly changing dimension, die type 2 slowly changing dimension, en de voorbeelden van hoe je dat dus kan implementeren in Data Factory, in Databricks of in Synapse Analytics. Dat kan dus in alle drie geïmplementeerd worden. Dus ja, je kunt in feite alle kanten op. Bottom line, Microsoft heeft drie fantastische ETL-services voor je gebouwd in de Azure Cloud. En je kan helemaal zelf bepalen welke van die drie je gaat gebruiken. Mijn advies aan jullie is eigenlijk om ze alle drie, om daarmee te experimenteren. Bouw een keer een Data Factory pipeline. Bouw een keer een Synapse Analytics cluster en ga daarmee een beetje experimenteren. Bouw een Databricks omgeving en knutsel je eerste notebook in elkaar. Experimenteer met alle drie de omgevingen. Kijk welke omgeving je het meest comfortabel vindt om in te werken. En ga vervolgens daarmee je bedrijfsmatige ETL-processen implementeren. Goed, dat was hem. Heel vriendelijk bedankt voor het kijken en luisteren. En hopelijk zie ik jullie terug in een volgende webinar.